Het is dan officieel voorbij. De transfer deadline day was gisteren en ja, de transferwindow is gesloten. Maar wees niet getreurd, er komen nog genoeg video's aan over transfers van het nu stop nooit. En daarnaast komt bijna FIFA 22 ook uit, waar we veel video's over gaan maken. Vandaag de transfers over de transfer deadline day en morgen de allerbeste transfers van deze hele transferperiode. Hopelijk heb je er zin in. Doe het van blauw heb je omhoog. Abonneer even, we zitten echt bijna op de 103.000 abonnees. Het scheelt echt niet meer veel. Dus als je kijkt, bijna de helft van de mensen die kijken is nog niet geabonneerd. Zou ik dat echt enorm waarderen. En oh ja, zoek je nog lijpe voetbalshirts? Ik heb hier een shirt van het Nederlands elftal. Spelen vanavond natuurlijk tegen Noorwegen. Dumfries? Ja, misschien speelt hij wel. Denk het niet. Ik verwacht dat Timber speelt. Dumfries is nog niet helemaal fit. Maar goed, dat doet er niet heel veel toe. Wil je zo'n shirtjes kopen? Dan kan je dat doen bij voetbal-nl.com. Linkje daarvan staat in de beschrijving. Gebruik je bij jouw checkout de kortingscode Timo. Krijg je een kleine korting bovenop je aankoop. Ik heb hier nog een paar shirts liggen van toch wel een paar beste ploegen van deze transfermarkt. Dit is al een iets ouder shirt van United, 2 jaar oud. En ik heb hier nog een Barca shirt waar we het natuurlijk vandaag heel veel over gaan hebben. Goed, link ervan staat dus boven in de beschrijving. Check het vooral uit en gebruik de kortingscode. En dan gaan wij heel veel transfers bespreken nu vandaag. Ja, eerst wil ik eventjes hebben over Kerk, want ik heb inderdaad nog niet over even gesproken. En ik zag jullie comments wel, ik moest Kerk bespreken. Hierbij, Kerk heeft inderdaad eindelijk die transfer op de deadline day kunnen maken. Gaat naar Lokomotiv Moskou. Utrecht krijgt een bedrag van 6 miljoen. En ik weet van Utrecht fans dat ze op zich hier wel tevreden mee zijn. Kerk moest gewoon vertrekken en ze hadden het eigenlijk al wel eerder verwacht dat hij weg zou gaan. 6 miljoen is veel geld voor Utrecht en ik denk dat het gewoon een prima transfer is. Dan Nick Viergever. Ik besprak hem al 1 keer eerder. Toen waren de geruchten een beetje zo gesteld dat hij misschien naar Feyenoord zou gaan. Hij is uiteindelijk naar Greuther Fürth gegaan. Zoiets. Bedrag is niet helemaal bekend, maar ik geloof dat het rond de 3 ton ligt. Dus laten we dat maar gewoon als leidend nemen. Hij kreeg niet echt maar een kans met PSV dit seizoen. Ook logisch. Als je kijkt, bijvoorbeeld Ramaljo is gehaald. Ja, daar gaat een Viergever nooit tegenaan kunnen boksen. Dus voor hem is het beter om naar een ploeg te gaan waar hij wel kan spelen. En PSV krijgt nog een klein zakcentje. Feyenoord haalde op de valreep nog Dissers binnen. Interessante statistiek zag ik staan van Feyenoord. Zij zijn 21 spelers kwijtgeraakt deze transferperiode. Ze hebben natuurlijk ook wel een aantal nieuwe spelers gehaald. Maar ik denk dat het een goed iets is dat zij zoveel kwijt zijn geraakt in hun geval. Kijk, jij hebt het ook over spelers als gisteren aan Wouter Burger, Dylan Vinten naar Roda, Haps is gisteren weggegaan. Jurgensen is natuurlijk weg, Berghuis. Maar er zijn heel veel spelers weggegaan die Feyenoord niet meer wilde hebben bij de selectie. En die gewoon bedrukte op de begroting, die gewoon veel te veel salaris verdiende. En voor Feyenoord is het goed dat die spelers nu eruit zijn en ze opnieuw kunnen bouwen. Ze hebben een aantal goede transfers al gedaan. Een Reece Nelson die gekomen is op huurbasis, nu Dessers op huurbasis. Daar is niet iedereen helemaal van overtuigd, maar ja, dat moeten we nog maar gaan afwachten. Ik denk dat het goed is dat Feyenoord nu weer iets meer ademruimte heeft. Een van de allergrootste transfers van de deadline day vond ik Saúl. Ik heb deze ook de afgelopen week niet meer besproken, omdat ik gewoon dacht van, hij gaat niet gebeuren. Maar ja, ik heb het natuurlijk ook niet alles goed. Want Saúl is dus wel naar Chelsea gegaan. Betreft een leentransfer met een 5 miljoen leenovereenkomstkosten. Ik denk dat je het zo moet noemen. En daarna een optie tot koop van 40 miljoen euro. En je ziet vaak op de transfer deadline day. En ik denk eigenlijk vooral deze transfer deadline day heel veel. Dat er vooral heel veel huurtransfers gebeuren met een optie tot koop. Dit doen clubs ook eerder omdat ze dat bedrag niet nu per se nodig hebben om versterkingen te halen. Omdat ze die toch niet kunnen halen op deadline day. Maar ik vind het toch apart dat Atletico letterlijk op het einde van de transferperiode ineens wel akkoord gaat met Chelsea. Over een leenovereenkomst met optie tot koop. Zal dus in totaal een bedrag van 45 miljoen euro betalen. En Chelsea zal al langer achter Saúl aan en heeft daarmee een beoogde middenvelder binnen. Dan Nuno Mendes. Hij gaat van Sporting naar Paris Saint-Germain toe. Ook deze zagen we al een klein beetje aankomen. Werd gisteren geconfirmed. Ook dit gaat wel om een huurovereenkomst. Eerst gaat hij een jaar naar Paris toe en wordt er 7 miljoen euro betaald aan Sporting. En daarna kan hij overgenomen worden voor een bedrag van 40 miljoen euro. Het is een heel groot talent in Portugal. Ik denk dat Paris dit ook sowieso gaat doen. En dat ze in principe misschien een beetje een opvolger hebben voor spelers die volgend jaar zullen vertrekken, waar we het daar nog over gaan hebben. Sporting heeft ook een nieuwe speler binnen. Zij ruilen namelijk een soort van met Paris. Ze hebben denk ik een deal dat ook opgenomen. Sarabia gaat namelijk naar Sporting. Een hele andere speler. Nuno Mendes is een linksachter als ik het goed heb. Sarabia natuurlijk aanvallend.
Maar ja, voor Sporting wel fijn dat ze er iets voor terugkrijgen op de deadline day. En daarnaast krijgen ze waarschijnlijk nog gewoon 47 miljoen euro van Mendes. Sarabia is een goede speler en dat hij naar Sporting toe komt vond ik toch wel een beetje verrassend. Ook niet verwacht, dus leuke transfer voor Sporting. Ja, en dan Kylian Mbappé. Kijk, ik weet niet of het klopt of niet wat er gisteren allemaal gebeurd is, maar er is sowieso wel iets gebeurd tussen Paris en Real. Real zou toch nog één aanbieding gedaan hebben, maar omdat het al de deadline day was en omdat we weten dat als Mbappé weg zou gaan bij Paris, Paris een opvolger zou willen, is deze transfer eigenlijk meteen afgeketst door Paris. Het zou een bedrag van 200 miljoen euro gaan. En eerder die week hoorden we, of ja eigenlijk gewoon vorige week bijna al, dat Paris een bod van 200 miljoen wel zou accepteren. Dus het is een beetje paniekerig geweest waarschijnlijk van Real, omdat die aanbieding daar nu pas te doen. Als ze hem eerder hadden gedaan, hadden ze Mbappé wel kunnen kopen. Maar laten we eerlijk zijn, ik denk dat het beste is geweest voor Real om Mbappé nu niet te kopen, want Mbappé wil naar Real en dat wil hij volgend jaar waarschijnlijk nog altijd. En dan is hij gratis, bespaart Real 200 miljoen euro en is Paris hem gratis kwijt. Dus ik hoop nog altijd dat dat gaat gebeuren en ik denk dat die kans ook wel heel groot is. Dan Edouard, speler van Celtic, spits daar, best een bekende speler, zou eigenlijk naar Arsenal toe gaan. Werd al heel lang besproken, al heel veel jaren al bijna, maar maakt nu uiteindelijk een overstap naar Crystal Palace. Bedrag rond de 16 miljoen euro. Prima spits. Ik ben nu wel heel erg benieuwd of hij het ook op het hoogste niveau, in de hoogste competitie om het zo maar te zeggen, kan gaan laten zien. Want tot nu toe, ja, bij Celtic, ja, prima ploeg. Maar laat het maar eens zien in een andere competitie. Arsenal haalt wel nog een speler binnen. Arsenal haalt namelijk Tomiyasu binnen van Bologna. Betalen ze rond de 18 miljoen euro voor. Centrale verdediger. Kijk, ik vond het ook heel opvallend, want ik vind dat Arsenal geen goede transferperiode heeft gedraaid. Weet je, ze hebben niet echt een grote naam binnengehaald. Ze zijn niet belachelijk veel kwijtgeraakt, absoluut niet. Maar ik zag dus ook een statistiek dat Arsenal het meeste geld heeft uitgegeven van alle Premier League ploegen deze transferperiode. Kijk, waarschijnlijk is dat met die huurovereenkomsten bij Chelsea, want die hebben nu natuurlijk 45 miljoen plus het geld van Lukaku. Alleen Arsenal had iets van 120 of 130 miljoen pond, dus iets van 150, 60 miljoen euro uitgegeven deze transferperiode. Als die getallen niet helemaal kloppen, don't blame me. Want ze hebben Ben White gehaald, Ramsdale geloof ik ook nog gekocht, Tomiyasu. Ze hebben allemaal Ødegaard niet te vergeten. Ødegaard is een hele goede speler, maar voor de rest denk ik van ja, waar zijn ze mee bezig? Je ziet alle andere topclubs om je heen echt grote namen halen. En Arsenal haalt wel een aantal talentvolle spelers. Maar het is altijd maar de vraag, gaat dat werken? Ja of nee? Nou, laten we maar hopen voor Arsenal dat ze uit de put gaan. Ik denk dat ze momenteel ook gewoon niet meer mogelijkheden hebben om echt grote namen te halen. Want ja, wie wil nou als grote naam naar de nummer 20 van de Premier League gaan? Ja, ik denk niemand. Hector Bellerin vertrekt bij Arsenal. Hij gaat naar Real Betis toe. Deze hadden we op zich wel verwacht. Weet je, Bellerin wordt al zo vaak gelinkt aan buitenlandse ploegen. Betis is een leuke ploeg, kan die lekker voetballen. Zonder optie tot koop ook. Maar ja, eerder hebben we het over Barcelona, Paris Saint-Germain gehad die geïnteresseerd in hem waren. Ik denk dat Betis voor hem het beste is. Bellerin is een prima voetballer, moet aan minuten komen. En die minuten had hij bij Barcelona waarschijnlijk niet echt gekregen. En bij Paris al helemaal niet. En dan toch wel de transfer van gisteren. Luc de Jong gaat naar Barcelona toe. Ja, ik vind het ook heel raar als ik het nu zo zeg. Hij wordt dus uitgeleend van Sevilla. Kijk, er is heel veel haat vanuit Barcelona dat dit gebeurt. En het is logisch, want wie wil nou Luc de Jong bij Barcelona zien als je Griezmann al hebt waar we dadelijk op uitkomen. Het is niet hetzelfde type speler, dat snap ik. Maar toch is het raar dat een ploeg als Barcelona Luc de Jong haalt. En je kan dan wel zeggen van ja, er is veel haat vanuit Barcelona. Maar dat moet je niet allemaal blamen op Koeman. Want deze transfer komt waarschijnlijk wel door Koeman. Maar ja, als ze Luc de Jong niet hadden gehaald, dan hadden ze niemand kunnen halen. Ze zitten gewoon in zo'n enorm financiële problemen. En ze hadden veel liever ook meegespeeld om bijvoorbeeld een João Felix of een Dani Olmo te halen gisteren nog. Want die geruchten waren ook. Maar er zit gewoon niet veel meer in op dit moment voor Barcelona dan een Luc de Jong. En dat zegt wel echt wat over de financiële situatie daar. Maar ja goed, hij zal waarschijnlijk gewoon gebruikt worden als pinch hitter. Hè, zoals we dat zo vaak rondom Luc de Jong horen. En laten we maar hopen dat hij iedere wedstrijd er eentje binnenschiet. En de Spaanse fans hun mond snoert. Dat zou heel erg lekker zijn. Maar goed, een huurperiode. Daarna optie tot koop. Gaan ze denk ik niet lichten, want ze hebben geen geld. De optie tot koop weten we niet precies hoeveel dat inhoudt. Ik geloof
10 miljoen euro, bind me daar niet aan vast. Ik kon het namelijk echt nergens vinden. Ik heb er veel voor gezocht. Maar ik denk rond de 10 miljoen, want dat is zijn marktwaarde. En dat zie je wel vaak dat gehanteerd wordt bij een optie tot koop aan het einde van een huurperiode. Ja, en dan dus natuurlijk Griezmann. En ik zei gisteren nog in de video van als ik een club moet kiezen die voor hun doel de beste transfer deadline day heeft gedraaid, dan vond ik dat gisteren Barcelona. Ze verkochten namelijk een aantal spelers op de valreep, Moriba, Emerson. En ze hadden eindelijk heel veel geld binnengekregen, salariscapaciteit omlaag, top. Maar vandaag is dat toch wel veranderd, die mening, door wat gisteravond allemaal gebeurd is. Het laten vertrekken van Griezmann vind ik gewoon een hele rare beslissing. Vooral omdat het ook naar een directe concurrent is en ook het bedrag dat er voor Griezmann betaald wordt. Ik geloof dat het 3 jaar geleden is, of zelfs 2 jaar geleden, dat Griezmann een overstap maakte naar Barcelona. Destijds betaalde Barcelona 120 miljoen euro. Nu wordt hij dus eerst een jaar uitgeleend aan Atletico. Dus dat geld wat ze dadelijk krijgen hebben ze nu nog niet. En daarna heeft Atletico een optie tot koop van 40 miljoen euro. Dat is een verlies van 80 miljoen euro. Maar zo'n verlies gaan we waarschijnlijk ook zien bij Coutinho. Als hij nog ooit zal vertrekken. Want die was ook voor zoveel geld gehaald. En hetzelfde geldt voor Ousmane Dembele. Die ook nooit meer het geld waard is wat hij ooit waard was. Het slaat nergens op wat er allemaal bij Barcelona in het verleden is gebeurd. Alleen, ik denk dat ze deze zomer qua beleid bijna alles wel goed hebben gedaan wat ze konden doen. Zeg maar, want het was allemaal al helemaal verneukt natuurlijk. Ze hebben geprobeerd het beste ervan te maken. Alleen snap ik deze transfer gewoon echt niet. En niemand snapt dit. Maar goed, voor Atletico, super chill. Ze halen Griezmann terug naar een thuis. En 40 miljoen euro is echt niet veel voor een speler van het kaliber dat Griezmann kan hebben. Ja, en dan tenslotte, ik noemde net ook al even, is dat niet gebeurd. Gisteravond kwamen ook veel geruchten dat Joao Felix in die deal opgenomen zou worden. Dat hij geruild zou worden voor Griezmann. Dat was eigenlijk voordat Luc de Jong überhaupt in beeld was. Dat zou het beste geweest zijn, denk ik, van Barcelona als dat gebeurd zou zijn. Joao Felix in een ruildeal met Griezmann. Misschien allebei een jaar huren met een iets hogere optie te koop voor Joao Felix. Maar ook dit is lastig, want Atletico heeft Joao Felix voor ook ongeveer 110, 120 miljoen ooit gekocht voor van Benfica. En Joao Felix is nog heel jong, weet je. Wie weet wat er dit of volgend seizoen met hem gaat gebeuren. Misschien maakt hij die potentie dan ooit toch nog waar. Dus ik snap dat ze Joao Felix willen houden. Hebben ze dus ook gedaan. En Atletico krijgt wel echt een gevaarlijk team. En ik denk dat ze wel weer kans gaan maken om de La Liga te winnen. Ja, interessant. Veel transfers op de deadline day gebeurt. Nog veel meer. Ook een Giacomakis aangekondigd gisteren. 2,5 miljoen bijvoorbeeld. In de Eredivisie is zoveel gebeurd. Sierhuis en Heracles. Ik kan een enorm lange lijst van spelers opnoemen. Nogmaals, wil je meer transfers checken? Volg Transfersnieuws NL op Insta. Check transfermarkt.com. Daar staan ook heel veel confirmed dingen al op. Maar ja, dit waren toch wel de grootste en de meest grote Eredivisie Nederlandse geruchten van gisteren. Morgen komt dus waarschijnlijk nog een video met daarin de allergrootste transfers van de hele transferperiode. Dus wil je die niet missen, doe dan vooral even abonneren en doe een blauw duimpje omhoog. Dan zie ik je hopelijk bij de video van morgen weer terug. En dat was het. De transferperiode is voorbij, maar FIFA 22 komt er dus aan. Dus we hebben een leuke periode voor de boeg. En hopelijk vond je een leuke video. Heb je een blauw duimpje omhoog gedaan? Abonneer op Twinity. Dan zie ik je hopelijk de volgende keer terug. De ballen. Joejoe.